Like challenge. Like de video sneller dan dat ik de pizza eet. Bijna. Nog twee happen. Ik zit vol. Vandaag moeten wij proberen om niet boos te worden. Niet boos, chagrijnig, wat dan ook. 99% faalt. Misschien... misschien wel 100. En we beginnen met een aantal speeltuinen. Dit ziet er niet zo handig uit. Wie heeft dit bedacht? Zeg me dat dit een grap is. Dit ding is niet eens afgemaakt. Dit zou verboden moeten zijn. Hoe lang staat deze er al? Maar het wordt erger. Oké, je gaat iets inschenken. Oh nee. Oh, dat is zo naar. Ik herken dit, echt waar. Wat doe je? Zo pak je een camera niet. Er zijn serieus mensen die dat doen. Pak een camera niet aan de lens. Oké, je gaat schrijven. Oh my gosh. Nee, oh, je mist. En nee, erin. Hij moet erin. Niet met je mouwen. Je handen wassen en vervolgens natte mouwen hebben is vreselijk. Oké, Oreos, dat maakt het goed. Nee. Je laat het vallen. Waarom laat je het vallen? Oké, je laat het vallen, maar er zijn ontbijtgraan. Oh nee, oh, je morst. Oh, je morst. Oh. Dat is serieus iets wat mij iedere ochtend gebeurt. Oké, kan het erger dan dit? Waarschijnlijk niet. Ik weet zeker... oh my god. Nee, oh, stop. Nee. Nee, nee, je tandpasta gaat vallen. Waarom zijn al deze dingen herkenbaar? Dat moment dat je net je tandpasta erop hebt gedaan. Tandpasta be like. En je tandpasta is weg. Oké, we weten het. De tandpasta valt. Kan gebeuren. Wat doe je nou? Niet met je schoenen op bed. Oh, dat is zo naar. Je hebt ook helemaal geen schone schoenen. Zo pak je een bril niet. Je gaat vette vingers krijgen. Kijk nou uit. Rustig. Oh nee, je ei is overal behalve in de pan. Nee, doe dat niet. Doe dat nou niet. Het gaat mors... ik kan dit niet. Oké, dat is vervelend genoeg. Maar leg die lepel dan in ieder geval niet terug in... nee! Er kan zoveel fout gaan met ketchup. Er kan letterlijk zoveel fout gaan met ketchup. Oh my gosh. Serieus, je hebt heel je broodje gewoon verniegeld. Verniegeld? Is dat een woord? En misschien wat irritantste van allemaal. Dat moment dat je probeert... ja. Oké, zijn we boos? Nee. Valt mee. Ik word niet blij van dit plaatje. Zijn er serieus mensen die op deze manier watermeloen eten? Oh nee. Waarom laten mensen dit überhaupt zo achter? Oké, een winkel is misschien niet goed georganiseerd. Dat kan. Maar maak het dan niet erger. Oh, deze is naar. Ik herken deze, want dit is mij serieus een keer gebeurd. Je hebt je iPhone-oplader, je telefoon-oplader. Rum. Wat voor geluidseffect was dat? In je telefoon en op een of andere manier, in alle wildheid, krijg je het voor elkaar om hem af te laten breken. Helaas moeten we bij deze mededelen dat de telefoon-oplader het niet heeft gehaald. Het is vreselijk en dan moet je dus ook nog proberen om dat ding er zo uit te pielen en het is gewoon naar. Oh my gosh. Maar dit is gewoon vragen om problemen. Hoe lastig is het om de toiletrolhouder te gebruiken waarvoor die gemaakt is? Het is een trotse toilethouder. Hij heeft altijd gedaan wat hij moest doen. Waarom doe je hem dit aan? Nee, serieus. Waar is dit voor nodig? Dit is echt naar. Dit is unsatisfying. Ik word boos. Oh my... echt waar? Er is een reden waarom een taart rond is. Je hakt de taart in driehoeken. Niet in vierkantjes. Op deze manier gaat er uiteindelijk iemand met een heel raar figuurtje overblijven. Een soort SpongeBob. Bijvoorbeeld. Je bent echt serieus. Je gaat me niet vertellen dat mensen dit letterlijk doen. Er zit niet voor niets een lipje aan de saus. Een lipje. Dat is om het mee te kunnen openen. Zonder dat je de wereld laat vergaan. Want dat is wat dit voor gevolg gaat hebben. Oh my gosh. Serieus, je had één taak. Verbind de lijntjes met elkaar. Oh my gosh. Oké, McDonald's, wat is dit nou? Je kunt niet zeggen dat je het rietje niet in het midden steekt. Het midden is gemaakt voor het rietje. Oh my gosh, dit is echt naar. Het is alsof je fles ketchup verkouden is. Oh, gezondheid. Nee Bob, niet serieus. Al moet ik zeggen dat dit meestal wel is hoe ik een sausje achterlaat. Niet expres, maar ik ben gewoon een beetje slecht in dat hele knijpsysteem. I don't know, wanneer ik de dopper opdoe, knijp ik nog een beetje door en dan... pff, ah, het is niet handig, dat geef ik toe. Maar hey, we kunnen ermee leven, toch? Of niet, fles? Vind ik ook. Oh, dat is echt naar. Het zijn van die kleine dingen, maar de onevenheid in deze foto. Dat ene dingetje wat niet is gelukt. Oh my gosh. Oké. Wat kan ik zeggen? Het ziet er aan de bovenkant goed uit. Aan de onderkant, fantastisch. In het midden... vreselijk, terrible, afgrijzelijk. Hoe krijgt iemand dit voor elkaar? Het irritante is, het is de middelste doos, right? Dus je moet alle andere dozen eraf halen. Denk ik. Ja, of je kunt het even zo ondersteunen. Maar het is niet makkelijk om dit te fixen. Als je dacht dat het erg was met die taart die we zagen, dan weet je dat het bij deze cake nog veel erger is. Wat is dit voor figuurtje? Probeerde iemand een soort van kristal eruit te snijden? Het is echt een heel raar patroon en dan ineens zo'n dom vierkantje erbij. Het lijkt wel alsof de taart naar mij knipoogt. Ja, natuurlijk wil ik met je op date. Oh my gosh. En ik maar denken dat dat rietje wat niet in het midden zat het ergste was. Dit paaltje hoort daar niet. Misschien wel, ik heb geen idee. Ik heb hem niet geplaatst, want dan zou die wel in het midden staan. Echt waar, ik weet niet waarom, maar ik ben serieus geïrriteerd. Ik meen het. Ik begon deze video zo van, yay, zuurstof. En nu ben ik zo van, ik ga dingen opeten. Wat, tomatenketchup ijs? Wat? Nee, dit kan niet, dit is niet echt.
Zeg maar alsjeblieft dat dit niet echt is. Ik bedoel, hey, sommige mensen houden van tomatenketchup. Je hebt tomatenketchup chips. IJs met de smaak van buh. Dat staat voor ketchup. Ik hou van ketchup, maar niet in mijn ijs. Oh my god, dit is niet eens unsatisfying. Dit is gewoon een misdaad. Broodje van de McDonald's gebruiken om een appel tussen te stoppen. Een appelbroodje. Een broodje appel. Het klinkt wel nice. Ik denk dat als we dit, zeg maar, gewend zouden zijn, dat een broodje appel best te doen is. Oké, okay, ja, nee, ik ben officieel klaar. Dit had zo'n lekkere spaghetti kunnen zijn. Had het gewoon eventjes gekookt. Zeg maar, sommige mensen die houden van wat hardere spaghetti, maar dit is overdreven. Dit is zo hard dat je het waarschijnlijk niet eens kunt kauwen. Ja, nee, deze die hebben we eerder meegemaakt. Dit is echt gewoon zo relatable. Op een of andere manier krijg ik het altijd voor elkaar om oortjes door de knoop te krijgen. Ja, weer, oh my gosh. Check die onderkant. Iemand heeft het ook gewoon doorgezet, hè? Het is gewoon iemand die dacht, ach ja, wat maakt het uit? En gewoon keer op keer 3/4 van de folie heeft gebruikt. Waardoor er nu zo'n mini-ophoping met laagjes overblijft. Moet ik echt serie... Oké, okay, eigenlijk, moet ik eerlijk zijn, zo eet ik mijn KitKats ook. Ligt aan de situatie. Als je even in die snelle rush bent, dan let je niet echt op hoe je meet. Maar om te zien dat iemand het expres doet, bij 3 KitKats tegelijk, kan iemand mij uitleggen waarom dit geen patatjes met ketchup zijn, maar ketchup met patatjes? In plaats van dat de patatjes in de ketchup worden gedupt, dipped. Stup. Ik snap het niet eens meer. Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Oh my gosh. Dit is mijn oma. Mijn oma... Oké, niet zo erg. Maar het feit dat mensen pizza eten met mes en vork... snap je de definitie van pizza? Het is een handfood, you know. Je pakt het met je handen. Ik bedoel, oké, ik snap het. In bepaalde situaties... Misschien als je moet of zo. Weet je wel? Omdat je in een super chic restaurant bent. Oh my gosh. Zijn er echt mensen die dit doen? Laten we heel eerlijk zijn. De deeg van een donut is meh. In de meeste gevallen. De topping plus de deeg maakt het goed. Dus als je eerst de topping eraf gaat eten... En dan stop je. Oh my. Oké, op zich. Misschien doe ik dit ook wel. Ik maak geen grap. Zeg maar letterlijk. Laten we heel eerlijk zijn. De korst van de pizza is lekker. Maar het lekkerste is natuurlijk dat zachte. Soms ben ik wel iemand die daarom gewoon eerst een beetje van de korst eet. En dan pas de rest van de pizza. Er zijn inderdaad mensen die kiwi met schil eten. Tegen die mensen wil ik gewoon zeggen. Er is hoop in het leven. Je staat er niet alleen voor, maar... Stop, doe dat niet meer! Ja, dit heb ik ook wel eens gedaan. Gewoon dat je niet eens even een slice van de watermeloen wilt pakken. Je claimt het gewoon. Het is jouw territorium. Dus je begint gewoon met die lepel erin te hakken. En dan krijg je zo'n raar ding als dit. Een soort van maanlanding. Ja hoor, daar zijn ze weer. Ja, maar dit snap ik niet. Het is gewoon raar. Je gaat toch niet in het midden van een pizza beginnen? Oh, oké. Okay. Ja, nee, dit is unsatisfying. Ik heb dit wel eens een keer geprobeerd trouwens. Een chocoladekoekje in sap dippen, orange juice. Koekjes, dippen, melk. Dat is gewoon de golden rule. Je dipt koekjes niet in andere dingen. Oké, koffie misschien. Oké, en thee. Oké, en yoghurtdrankjes. Maar oké, weet je op zich... Je kunt het in best wel veel dingen dippen. Maar niet in OG. Niet in orange juice. Hoe heeft iemand dit überhaupt gedaan? Hoe? Hoe krijg je het voor elkaar om zo dit gewoon? Je hebt een peanut butter donut gemaakt. Dit zijn zeg maar van die cheese strings. Die letterlijk gemaakt zijn zodat je het zo... Woo! Deze persoon heeft er gewoon een hap van genomen. Ik ben klaar! Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het was unsatisfying. I can feel it. Heb jij deze probeer niet boos te worden challenge gehaald? Probeer niet chagrijnig te worden. Dat was geen echte nieuws trouwens. Vond het gewoon leuk om dat geluid te maken. Laat het dan weten in de comments. Adios!